Hallo allemaal. Ik wou jullie kort nog even uitleggen hoe je nu precies werkt met Bingel. Want ik heb toch gezien dat er een paar kindjes zijn die niet de taakjes maken die je klaarzet, maar die gewoon een beetje oefenen op het eiland. Wat ook heel goed is natuurlijk. Maar zo maak je soms ofwel veel te makkelijke oefeningen, ofwel nog oefeningen die nog veel te moeilijk zijn. Kijk jullie hier even mee. Ik heb hier de schoolcode ingegeven, een klas. Klas nummertje 2 en het wachtwoord. Ik ga even doen alsof ik Helen ben. En dan duw je op log in. Dus hoe je je aanmeldt op Bingel, denk ik dat iedereen wel weet. En dan kan je hier gaan kijken. Onderaan. Ik zie hier verschillende knopjes staan. Het is het huisje, het huisknopje, dan kom je eigenlijk hierop. En dan zie je hier al twee taakjes klaarstaan. Vormen herkennen en optellen tot 20. Je kan ook de taakjes vinden door hier onderaan op het eerste bolletje te duwen na het huisje. Dat zijn je taakjes. Als je daarop duwt, dan zie je de taakjes die nu klaarstaan. Optellen tot 20 en vormen herkennen. Ja? Ik zou heel graag willen dat je vandaag oefent op optellen tot 20 en dat dat op het einde van de week ook afgerond is, die oefeningetjes. Zodat ik kan kijken of je alles hebt begrepen of ik je daar nog een klein beetje extra bij moet helpen. Dus de oefeningetjes bij optellen tot 20, als je daarop duwt, staan die oefeningetjes hier open. Dat zijn deze oefeningetjes, die kan je dan allemaal maken. Ja? Oké. Die vormen herkennen mag je ook al doen, maar is zeker geen moetje. Dat is ook maar één taakje dat je moet maken. Wat kan je ook doen op Bingel? Dat is niet per se voor vandaag, maar is ook wel leuk voor een ander keertje. Als je hier je bolletjes hebt, je hebt je huisje, je hebt je taakjes en je hebt ook een boekje staan. Als je daarop duwt, op dat boekje, dan ga je naar je boekenkast. En in jouw boekenkast staan allemaal verhaaltjes die voor jou gekozen zijn, die jij kan lezen. Bijvoorbeeld Suske en Wiske stripverhaaltjes. Of, als je hier op het pijltje duwt, Jommeke, Jom in het bos. Of, De kleine koning. De duif die niet kon duiken. Dat is volgens mij een luisterverhaaltje, want er staat een microfoontje bij. Of bijvoorbeeld Nel. Ik heb wel zin in het boekje Gijs en de tas. Als je dan met je muis erop gaat staan, kan je hier op het middenste knopje, dat is waar het boekje is gaan, naar het boek. Dit zijn een paar oefeningetjes die je op voorhand kan maken. Dit is het boekje zelf en dit zijn vraagjes die je achteraf moet maken. Ik ga nu eventjes het boekje zelf tonen. Kijk, Gijs en de tas. Dan kan je zo gaan. Gijs is mijn naam. Ik loop in de laan. Ik koop een tuil in een pot. De pot kan in de tas. En zo kan jij heel het boekje ook lezen. Ja? Oké. Hopelijk hebben jullie nu begrepen wat je moet maken. Dus het taakje van optellen tot 20, dat zijn een aantal taakjes onder elkaar, die wil ik graag dat klaar zijn tegen deze week. Vormen herkennen mag je later ook nog afwerken. Heel veel succes!